Hallo. The bombing of the Dark Ones may have been humanity's worst mistake. What if they meant us no harm, but were trying to communicate? Perhaps the severe pain and loss of consciousness suffered in their presence just meant we were incompatible. Machines with different wiring. But somehow you, Artyom, have the common wire. The connection with the Dark Ones. Yes. People died at exhibition. Your home station. Hunter, the best of the order, is most likely dead as well. And he taught you this. If we don't fight for our lives in this new world, we'll be devoured. It is the law of evolution. But I would argue, the old laws no longer apply. Oké, hallo mensen en welkom terug, lieve kijkers. Fijn dat jullie weer kijken naar alweer de tweede aflevering van Metro Last Light. Vorige keer zijn we de Let's Play begonnen, werden wakker door vreselijke nachtmerrie, hebben wat coole wapens gehaald, die heb ik nu, maar ik kan ze helaas niet pakken in deze basis. En we zijn naar Miller gegaan, dat is de baas van onze orde, waar wij een lid van zijn, lid van de orde. En we gaan nu naar binnen bij Miller. Dus ik ben benieuwd hoe dit is. Wat er gaat gebeuren. Alright, Artyom. And you, Khan. You have something to report? Yes, Colonel. Let's keep it short then. I located the surviving Dark One at the gardens. What? One of those things is still alive? Luckily, yes. Luckily? Khan, this is utter madness. The Dark Ones were the greatest threat the Order's ever faced. Colonel, just give me a chance. A single Dark One is no threat. Artyom has a gift. I believe he can establish contact with the creature. Let him come with me. All right. Artyom, go with Khan to the gardens and locate the Dark One. I'll send a sniper along. My best. Anna. Yes, sir. Oh wauw, een meisje die best sluitschut is. En dat zie je niet vaak. To eliminate the creature and finish the order's job. Miller, you can't. It's murder. Restrain him. You idiot. You're making the same mistake that... We're done here. Escort Khan out of here. Artyom, it's your last chance for forgiveness. For getting rid of the nightmares. Oh, die zien we denk ik niet meer terug. Looks like he got close, too close to the creature and lost his mind. Look here, Artyom. Complete the mission and get back here quickly. A war is coming and I'll need every ranger at his post. On your way. So, what are you waiting for? Come along, rabbit. Konijntje, ze noemen konijntje, wat de hel. Artyom, if it's true that the Dark Ones can sense you, maybe you could draw it out from hiding so Anna can have a clear shot. But do me a favor. Don't let the Dark One get into your mind, or Anna will have two targets. Is that understood? We now suspect Lesnitsky was a sleeper agent, but we haven't... Okay, dus het blijkt dat één duistere nog leeft, terwijl we dachten dat we alle duisteren uit hadden gerooid. En ik moet nu naar die duistere op zoek gaan, want ik heb de gave om met zo'n duistere te praten. En duisteren zijn hele speciale wezens, die kwamen we ook tegen in de eerste aflevering van Metro Last Light. Dus ik ben benieuwd. Dit is Anna. Hallo Anna. Wow, je hoeft niet zo boos te kijken hoor. Don't tell me you believe that bullshit about making peace with the Dark Ones. I wish I had been up in that tower myself to see the missiles fall and watch them burn in their nests. Oh wow. Come on, Rabbit. Would you let those things into the metro? Let them crawl into our brains so they could use us like animals. Maybe we could mate with them, so the children could live on the surface and feed off the radiation. Shit. You don't shake hands with the devil. Oké, ze houdt dus blijkbaar niet van die duisteren. Ik heb geen idee. Ik weet niet echt hoe ze eruit zien. We zagen ze vaag in de eerste aflevering, maar verder weet ik niks. Wauw, ze noemen de hele tijd konijntje. En ik word een beetje boos. Ik vind dat een beetje kloten. We've worn this place out. Let's move. Kijk, de metro werkt dus blijkbaar nog wel. We kunnen helemaal door de metro lopen volgens mij. Oh, oké. Okay. Oh, dat is een laadscherm. Ik snap hem al.
Just a year ago, I stood on top of the TV tower and saw missiles rain on the botanical gardens, turning the flesh into ashes, smelting metal and glass. Nobody and nothing could survive that inferno. Yet Khan did find a Dark One there. Now my mission is to find and eliminate it. To finish what I started. Oké, dat was dus ons. Je hoorde net Artyom, dat zijn wij dus, hoorde je praten. Dat gebeurt elke keer als je een laadscherm hebt. Ah, nu hebben we onze wapens. Kijk, onze AK-47, onze ja, sniper. Nou, het is niet echt sniper. In the past, trains were ordinary things. But now, this monorail seems magic, doesn't it? Heeft een muts op. Our kids won't know how to operate these things. And their kids will probably think this was built by the gods. Snap me niet, we kunnen toch gewoon uitleggen hoe het werkt. Maar, oké. Oké, we komen nu dus in een onontdekt gedeelte van de metro. En het is compleet donker, ik zie het al. Fijn. Ik hoop niet dat er iets eens gaat gebeuren nu. Niet van die enge monsters weer. Oké, juist, we hebben dus een zaklamp blijkbaar. Oh ja, ik heb de zaklamp aan. Kijk, aan, uit, aan. Nee, uit, aan. Weer, juist. Didn't you and my father take the monorail when you went out to fire the missiles at the Dark One's nest? That's a good sign, Rabbit. Maybe we'll have luck with this mission too. De hele tijd mijn konijntje noemen, ik word echt een beetje moe van. Hendel misschien? Power's working. Open the gate. Juist. Oké. Hey, het licht is aan inderdaad. Great. You did fine after all. Allemaal lijken. Lekker. Leuk gezicht. En natuurlijk fles drinken, zoals de Russen altijd zo zijn. Nog meer flessen drank. Zullen vast wel leeg zijn, de zuiplappen. Hey, ik zag een schaduw, dat is mijn schaduw, cool. Alright, the map shows a collector entry point ahead. Ja, ga maar. Wow, het ziet er eng uit. Move. Oh, oké, ik moet als eerst, ik snap het wel. Dan gaan we nu naar buiten. Oh nee, we zitten nog steeds in de metro. Go right. There's a dead end on the left. Something alarmed them. Stay sharp. Ratten. En weet ik veel wat nog meer allemaal lijken. Wow, wow, wow. Shit, that thing's fast. Oké. You got reflexes. I'll give you that. Ja, dankjewel. Great. The ladder. It's just a little more walking. Then we'll see if you're rabbit or man. Ze moet me echt even ophouden met mijn konijntje noemen, maar ja. Oh, we hebben... Oh, gasmasker moet op. Ah, oh, dat was vet. Hoe we dat gasmasker opdeden. Lekker naar boven klimmen. Oh mijn god, wat is serieus. Het is op zich wel grappig, dit spel. Maar dat monster dat we net neerschoten zijn dus niet de duisteren. De duisteren zijn weer andere wezens. Lange zwarte figuren. En dit was gewoon een normaal monster dat je in de metro tegen kan komen. Oh. Give me a hand here. Yo. Die gasmaskers zien er echt wel vet uit. En dan, de gasmasker moeten we dus op vanwege de straling. Want we willen natuurlijk niet kanker krijgen of iets. En oh mijn god, dat ziet er helemaal uitgestorven uit deze plek. En heel vaag de zon. Wow. Let's go to the main entrance. There's a good shooting position there. I can cover a lot of territory. Ah, we kunnen rennen. Dat was ik even vergeten. You're supposed to be immune to their what? Influence? Oh, I don't have a gift. Oh, mijn hele scherm wordt vies. Hop along, rabbit. Head on in and look for the creature. I'm thinking that since the Dark Ones are so fond of you, it'll sense you. Oh, dat is vet. We kunnen ons gasmasker schoonmaken. Just try to stay in the open so I can come. Ja, geen probleem. We'll maintain radio contact. And if you have second thoughts, don't worry. I'll do it. Okay then. Oké, zij gaat voor ons dus die duisteren neerschieten terwijl onze vriend Khan dat eigenlijk niet wou. Wauw, gaat ze zo naar boven klimmen? Oh ja hoor. Oké. We moeten dus die duisteren zoeken.
Wauw, deze game ziet echt heel mooi uit. We zijn dus in Moskou. En zoals je ziet, heel veel nucleaire zooi. Wat de hel? Oh, dat zijn meer van die wezens. Hey. Ik dacht dat vleermuizen waren, maar dat zijn een soort draakjes of zo. Oh, shit! Oké, ik schrok wel even. Oh, nee. Juist, ik moet hem schoonmaken. Ik moet tikken. Ik deed hem af. Ik ging bijna dood. Oké, zij dekt ons vanaf daarboven. Ik zie er niet zitten, maar ze zal er zeker weten wel zijn. En wij moeten die duisteren gaan zoeken. Uh-oh. Oh shit. Oh, wauw, ze zijn best snel. Dit zijn dus niet de duistere, maar normale monsters. Oh, nog meer. Uh-oh, reloaden. Ah, kijk, ze worden allemaal gesniped van boven. Ik hoef niet eens te schieten, joh. Maar ik doe het toch maar wel, voordat de... Wow, het lijken wel gigantische ratten met die blote staart en dat vacht. Of ligt het aan mij? Ze doen me wel een beetje aan ratten denken. Wacht even hoor. Ja, ik ben... Nou, dankjewel. Ze noemen in ieder geval geen konijntje meer, denk ik. Die monsters lijken een beetje op ratten of zo, maar dan echt rat op zieke steroïden of zo. Even de schermen schoonmaken. Oh, we moeten even niet zoveel door water lopen. We blijven maar een vies scherm krijgen. Oké. Oh. Die dingen doen niks, gelukkig. Oké, een of andere rare rups, slak, weet ik veel wat. Allemaal smerig. Dus het zijn niet normale dieren, maar echt van die... Van die... Oh wow, waar ziet zij in duisteren dan? Ik snap het niet. Even tikken, wegwezen. Oh, daar is hij. Oh mijn god, ze schoot hem neer. Hè? Hij is niet dood. Waar gaat hij nou heen? Oh, wow. Kom terug. Waar is hij nou heen? Hij is fucking snel. Maar hij ziet er niet zo groot uit als ik in mijn dromen had gezien. Oh, wow. We moeten achter hem aan. Daar is hij. Ik denk dat we gewoon hier door moeten lopen. Dan komen we vanzelf weer tegen. Oh, hij is dood. Of niet? Nee, hij leeft nog. Is hij dood? Wauw. Wow. Oh, ik heb hem. Juist. Ga ik hem doodmaken? Oh, hij ziet er wel heel eng uit. Oh, wat gebeurde nou? Nou, dit is een flashback. Dit was toen ik al die duisteren heb genuked. Met een atoombom. Kijk, daar gaan de atoombommen. Of in ieder geval niet een atoombom, maar in ieder geval raketten ofzo. En dit zijn al die duisteren en toen zijn die helemaal uitgeroeid. En dat komt door mij. Blijkbaar is dit een soort visioen dat we doorkrijgen van die kleine. Ja. Oh, wauw. Nou, de volgende keer zullen we zien hoe dit verder gaat. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik was CJ's. En als je dit een leuk filmpje vond, groen duimpje omhoog. Als je meer wil zien, klik op abonneren. En als je iets te vragen hebt, zet het in de reacties hieronder. En ik zal zo snel mogelijk reageren. Heel erg bedankt voor het kijken nogmaals. De volgende keer zullen we zien hoe het verder gaat met het kleine veentje. En wat we ermee moeten doen, want we hebben hem nu gevangen. Hij was op zich wel... Well, hij deed ons geen pijn. Hij liet ons een visioen zien van wat hij zag of zoiets. Ik weet het ook niet allemaal. Het is allemaal een beetje apart.
Maar we komen er allemaal later achter. Wordt allemaal uitgelegd, ga ik vanuit. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd hoe het volgende keer gaat. Nogmaals bedankt voor het kijken. En tot de volgende aflevering.